Bij de Z-Side is een optie voor Maaskant, want elke trainer is natuurlijk diehard supporter. Of toch liever een plek achter de dugout van FC Groningen. Dat is Link, want hij mag anderhalf uur voor en tijdens de wedstrijd geen contact met spelers of coaches. Hij heeft het nog niet eerder meegemaakt volgens mij, vertelde hij. Dus ik denk dat hij misschien wel lekker zit, een beetje warm daarboven. Vorig jaar ook een aantal keer gezeten, vind ik niet slecht. Ja, het is voor hemzelf natuurlijk vervelend, maar hij zal ons voor de wedstrijd gewoon inlichten. En ik denk dat Dick en Erwin weten wat ze moeten doen. En Dick rechts en Erwin links zijn Lukien en Van der Looy, de assistent-trainers met deze gereserveerde zitplaatsen voor morgenavond. Ga je staan of zitten? Ik begin in ieder geval zittend. Op de training een kort optreden van de hoofdtrainer, die na deze aanwijzing zijn elftal aan de assistenten moet overlaten. We hebben geen contact, volgens mij mag dat ook niet, want hij is geschorst, dus hij mag er helemaal niet bij zijn. En dat is ook niet nodig, want we weten van elkaar wat we willen en we weten hoe we het gaan doen. En dat zal niet anders zijn dan anders. De opstelling is wel anders. Henk Bos staat voor het eerst in de basis. Hij vervangt de geschorste Bakuna vanwege zijn vijfde gele kaart. De aanvaller heeft ook zijn excuses gemaakt, omdat hij zijn ongenoegen uitte toen hij de bal niet kreeg bij de goal van Kirm tegen AZ. Het kwam gewoon heel slecht over, alsof hij ontevreden was met het feit dat wij een goal maakten. Terwijl hij daar eigenlijk dolblij mee was. Dus hij heeft die situatie uitgelegd, hij heeft daarnaast excuses naar de groep gemaakt. Heel duidelijk aangegeven dat hij dolblij is met de goal en dolblij was met de overwinning. Nou, die excuses zijn geaccepteerd door de groep en klaar. En deze reservering bestaat natuurlijk niet. Maaskant zal op een plek zitten waar het feest zonder veel moeite los kan barsten na een overwinning.